Carolina en je kijkt naar weer een nieuwe food video op het Foodiness YouTube kanaal. En vandaag ga ik je vertellen hoe jij in 7 stappen zelf een voedingsschema kan maken. In de afgelopen jaren ben ik heel druk bezig geweest met afvallen. Is het me gelukt om 15 kilo af te vallen, maar niet zonder een voedingsschema. Dit is heel erg belangrijk om je doelen te behalen. Is het afvallen, is het aankomen, is het droog trainen? Wat jouw persoonlijke doelen ook zijn, voeding is key. Ze zeggen niet voor niks dat apps are made in the kitchen. Ik krijg heel vaak de vraag of ik voedingsschema's maak voor meiden. En hier gaat natuurlijk best wel veel tijd in zitten. Dus vandaar dat het me leuk lijkt om jou tips te geven om zelf aan de slag te gaan. Ik doe dit namelijk ook voor mezelf. En er zijn 7 stappen die me nog steeds dagelijks helpen om dit te doen. Oké, let je op. Komt-ie. Stap nummer 1. Allereerst is het heel belangrijk om je doelen te bepalen. Ik zei het net al even, misschien wil je afvallen, aankomen, graag in shape blijven, train je voor een marathon of is er een bepaalde wedstrijd waar je naartoe wil trainen. Het is heel belangrijk om goed voor ogen te hebben waar je naartoe wil trainen. En misschien is het ook nodig om jouw doelen op te knippen in subdoelen. Voor mij was het onhaalbaar om in één keer te zeggen, ik ga 15 kilo afvallen. Dus ik heb het opgeknipt in kleinere stapjes. Door eerst eens 7 kilo af te vallen. En vanuit daar weer verder aan de slag te gaan met mezelf. Stap nummer 2. Aan de hand van jouw doelen kunnen we je calorieinname bepalen. Ook wel je energiebehoefte. Is het zo dat jij wil afvallen, dan moet je iets onder je energiebehoefte zitten. Wil je aankomen, moet je er iets boven zitten. Wil je op gewicht blijven, dan moet dit gelijk staan aan elkaar. Hoe bepaal je nou je energiebehoefte? Er zijn onwijs goede tools op internet om je calorieinname te meten. Dit is namelijk voor iedereen persoonlijk, afhankelijk van je lengte, van je gewicht, de mate van activiteit, je huishouden, alles speelt een rol en dit is dus heel persoonlijk. Besteed hier dus aandacht aan. Zelf ga ik altijd naar Google en dan typ ik in calorieinname berekenen en dan komen er allemaal superhandige formulewebsites voor je uit. Ga daar naartoe en bepaal je calorieinname. Stap nummer 3. Als jij je calorieinname bepaalt, gaan we deze verdelen over macro's. En macro's zijn de voedingsstoffen die jouw lichaam energie geven. De bekende macro's zijn koolhydraten, vetten en eiwitten. En volgens een bepaalde verdeling heb jij die nodig om jouw persoonlijke doelen te halen. Er zijn algemene richtlijnen, maar het is wel heel belangrijk om dit persoonlijk aan te passen. En ook dit kan je op internet meten bij dezelfde website waar ik het net over had. Momenteel zit ik zelf op 50% koolhydraten, 25% eiwitten en 25% vet. Maar let op! Afhankelijk van je doelen en hoe je lichaam verandert, wijzigt dit steeds. Bepaal dit dus voor jezelf om je macro's in te kunnen delen. Stap nummer 4. Als je weet hoe je je macro's moet invullen, dan heb je eigenlijk alleen nog een boodschappenlijstje nodig. Stap nummer 4 is dus het maken van je boodschappenlijstje. Variatie is heel erg belangrijk bij gezond eten. Belangrijk voor je lichaam, om je lichaam uit te dagen en niet elke dag hetzelfde te eten. Want dat doen wij toch wel per ongeluk heel snel, heel vaak. Variatie is heel belangrijk en ook om het leuk te houden. Variatie helpt mij om gezond eten leuk te vinden, om uitdaging te vinden, om niet snel verveeld te raken. Dus probeer een boodschappenlijst te maken met alle eiwitten die je mag eten, alle koolhydraten, alle vetten, alle soorten groenten en fruit. En wat ik dan doe, is dat ik dit op een boodschappenlijstje heb uitgetypt en die heb ik in mijn keukenkastje geplakt, zodat ik altijd even snel kan kijken en dan heb ik meteen al mijn inspiratie bij elkaar. En het helpt me ook voor het boodschappen doen. Stap nummer 5. Maak een weekplanning. Planning is key. Echt waar. Hier begint jouw succes met afvallen, gezond leven of wat je ook wil bereiken. Zelf kijk ik altijd naar welke week mij te wachten staat. Wanneer ik het beste mijn boodschappen kan doen, of ik mijn eten moet preppen, of ik onderweg eet, of ik thuis kan eten, of we buiten de deur etentjes hebben, of dat ik visite krijg. Dit helpt me allemaal in mijn voorbereiding. Misschien ga ik deze week wel heel veel sporten, in de ochtend of in de avonduren, en moet je al wat bij je hebben. Dus bekijk welke week jij hebt en maak een weekplanning. Dan hoef je het alleen nog maar uit te voeren en dan kan het bijna niet meer misgaan. Stap nummer 6. Track all meals. Oftewel, hou je calorieinname in de gaten door het gebruik van apps zoals MyFitnessPal of Mijn Eetmeter
om goed in de gaten te houden hoeveel calorieën je daadwerkelijk binnenkrijgt. En wat de verdeling is tussen al je macro's. Dus je vetten, je eiwitten en je koolhydraten. Het heeft mij heel erg geholpen om me bewust te worden bij wat ik daadwerkelijk naar binnen gooi. En wat dus vroeger veel te veel was. En het is heel makkelijk om in de gaten te houden of je de goede kant op gaat. Stap 7, de laatste stap. Heel erg belangrijk, zelfreflectie. Luister naar je lichaam. Ik kan het echt niet vaak genoeg zeggen. Iedereen is persoonlijk. Elk lichaam is heel erg uniek. Dus het is ook heel belangrijk dat je goed luistert. Welke signalen geeft mijn lichaam? Vermoeid, energiek, opgeblazen gevoel, uitgeput, honger. Dit zijn allemaal dingen om naar te luisteren en wat mee te doen. En dit helpt je om jouw voedingsschema aan te passen, daar waar nodig. Merk je dat je te veel honger hebt? Dan kan je hier en daar de calorieën misschien wat verhogen, bijvoorbeeld. Het helpt mij ook heel erg om foto's te maken, om progressie te meten. Dus zo in de spiegel en zo. Want dit zorgt ervoor dat je progressie heel goed zichtbaar wordt. De hele kleine verschillen zijn bijna niet te zien als je dagelijks in de spiegel kijkt. En het gebeurt wel degelijk. Dus beloon jezelf. Maak progressiefoto's één keer in de drie weken. En zo weet je zeker of je de goede kant op gaat. Of dat je nog eens naar je voedingsschema moet kijken. De laatste tip die ik je wil meegeven is om één keer in de 6 weken je voedingsschema te herzien. Loop dan al deze stappen nog eens door. Begin bij stap 1 en kijk eens goed, is dit nog steeds mijn doel? Of heb ik mijn doel al bereikt en is het nodig om mijn doelen aan te passen? En dus de rest van mijn schema. Heel erg belangrijk. Als je dat blijft doen, net zoals ik dat nu nog steeds doe, dan ga je zeker de goede kant op en dan ga je elke dag een stukje beter. Ik hoop natuurlijk dat jij geholpen bent met deze 7 stappen en dat je meteen aan de slag gaat. De zomer komt eraan, dus niets houdt jou meer tegen om aan de slag te gaan en je persoonlijke doelen te bereiken. Nu nog, dit jaar nog. Laat me weten als je nog vragen hebt en ik hoor natuurlijk graag of je hiermee geholpen bent via de commentbox hieronder. Duimpjes omhoog zou ik heel erg lief vinden als je deze video leuk vindt. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal voor nog meer van deze leuke video's. En dan zie ik je hopelijk heel snel weer bij de volgende video. Doeg! Yeah.